Goedenavond en hartelijk welkom bij de eerste uitzending van een geheel nieuw soort televisieprogramma Op Jacht naar de Schat. Twee kandidaten krijgen daarin 45 minuten de gelegenheid om drie schatten op te sporen die ergens in de wereld liggen. Hoe gaat het nou allemaal in zijn werk? Daar hebben we een mooie tekening voor laten maken en die ziet u op het ogenblik in beeld. Wij, de kandidaten en ik, staan op het ogenblik in de studio in Parijs. En daar krijgen de kandidaten zometeen een boodschap op, een bepaalde omschrijving. Verder hebben ze literatuur voor zich staan. En tenslotte, dat is het belangrijkste deel van dit programma, bevindt zich ergens op de wereld een helikopter met onze verslaggever Jan de Vries. En Jan gaat instructies uitvoeren die de kandidaten hem opgeven. En de verbindingen komen dan tot stand via een vliegtuig dat boven die helikopter cirkelt. En dan gaat het de ene keer via een lijnverbinding naar de studio en de andere keer, als ze bijvoorbeeld ergens in het oerwoud zitten, via een satelliet. Van belang is nog even dat Jan en ik niets van die schatten weten. Wat dat betreft zijn we eigenlijk extra kandidaten. En verder is het zo dat in de studio alleen een geluidsverbinding bestaat met Jan, terwijl u thuis ook ziet wat hij allemaal zometeen doet. Het prijzenbedrag van deze quiz bedraagt maar liefst 10.000 gulden netto maximaal voor de twee kandidaten samen. Voor de eerste schat 2.000 gulden, voor de tweede schat 3.000 gulden en voor de derde 5.000 gulden. Samen dus 10.000 gulden netto. En na al deze informatie gaan we nu dan maar eens beginnen. Het speelt zich vanavond af in België. U ziet hier op de kaart een stuk van België, het zuidwestelijke deel. Met plaatsen als Veurne, mooie namen als Soutenaaie, Kaaskerke, Spermalie, Nieuwpoort en dan is daar de Vlaamse kust. En dan stel ik u nu graag voor aan onze twee kandidaten van vanavond. Onze kandidaten van vanavond zijn Brenda van Keken uit Amsterdam, die is studente. En nog een andere student, dat is Wolter Kuizinga. Brenda, wat studeer jij? Ik studeer lichamelijke opvoeding aan de Vrije Universiteit, inderdaad in Amsterdam. En leidt dat op tot gymnastieklerares? Nee, wij mogen geen gymnastiek onderwijs geven. We worden voornamelijk opgeleid om onderzoek te doen op het gebied van het lichamelijk bezig zijn, lichamelijk zich inspannen. En dat kan variëren van onderzoek bij bijvoorbeeld lichamelijk gehandicapte mensen die zich inspannen. Kinderen die bezig zijn ook met gymnastiek op school. Is die gymnastiek wel zo goed voor ze? Heeft het gunstige effecten? Mm-hmm. En dan natuurlijk ook het onderzoek bij topsporters. En Wolter, wat studeer jij? Ik ben 16-jaars farmacie in Utrecht. Ik hoop dus apotheker te worden. En dan met name in het ziekenhuis. Dus ik ben niet van plan om een eigen apotheek ergens te vestigen. Mm-hmm. Maar ik hoop dus in een ziekenhuis aan werk te komen. En wat doe je er nog dingen naast? Ja, ik doe nog het een en ander ernaast. Ik ben steward op bepaalde vakantietreinen naar Zuid-Frankrijk en naar Italië en ook naar Oostenrijk in de winter. Ja. Voor de rest speel ik basgitaar in een band. En ik ben zo eens in de 14 dagen discjockey in een discotheek in Den Haag. Jan de Vries, dan gaan we over naar jou in België. Kan je mij verstaan, Jan? Zeker, Ton. Goedemorgen. En ook goedemorgen, kandidaten. Het lijkt een beetje het eerste shot op Nederland. Nou, dat is het niet. Wij staan hier in België. En wij staan, als de kandidaat even meekijken op de kaart, dan staan wij ongeveer een kilometer of 8 ten zuiden van de Pannen. Bij de Moeren. En een kilometer of 5 ten zuidwesten van Veurne. Dat hebben jullie gezien? Ja, je staat dus bij de Moeren in de buurt, zeg je? Jazeker, daar staan wij, Ton. Dan wil ik je eventjes de ploeg voorstellen. Ja. Die vandaag met ons meevliegt. Dat is cameraman Jean Rive, die nu eventjes Nederland gedag zegt. En we hebben bij ons geluidman Serge, die nu in beeld verschijnt en eventjes zwaait. En dan als laatste hebben wij de piloot Hector, die ons vandaag met ongekende snelheid overal heen hoopt te brengen. Hector, wil jij vast de motor starten? Wat ons betreft, Ton, wij zijn er klaar voor. Het woord is aan jullie. Nou, dan gaan we bijna beginnen, Jan. Ik moet nog even, dames en heren, u voorstellen aan een vierde persoon hier in de studio. Dat is Jeannette Jonker, die hiernaast zit aan haar eigen tafeltje. Die is van alles op de hoogte wat betreft die schatten. Die weet precies waar ze liggen. En die gaat, zodra er een schat gevonden is, want er wordt namelijk de tijd stopgezet, ons vertellen wat we eventueel verkeerd hebben gedaan, wat daarover op te merken is. En verder geeft ze nog wat culturele en historische informatie over de plaats waar we dan zijn.
Dan wordt het nu tijd om de tijd te starten. Jan, heb jij je stopwatch bij de hand? Ja, Ton, ik ben er klaar voor. Dan gaan wij nu de tijd starten. En dat betekent dan dat ik de eerste envelop krijg met de eerste opdracht van Jeannette. En die zullen we meteen even openmaken. Voor alle kandidaten zit daar een papiertje in. Die is voor Brenda, die is voor Wolter of omgekeerd. En de eerste opdracht zal ik nu voorlezen. Maurits de Nekker vist op Lize. Als zij niet bang is voor Jan, krijgt hij van Maurits een hand garnalen. Een beetje cryptische omschrijving, maar dat hoort ook bij het programma. Ik zal het nog even voorlezen. Maurits de Nekker vist op Lize. Als zij niet bang is voor Jan, krijgt hij van Maurits een hand garnalen. Nou, dat klinkt een klein beetje ingewikkeld met al die heien en zeien. Ik zal eerst eventjes de eerste helikopter neerzetten van het startpunt van. Als jullie een beetje opzij gaan, dan kunnen de kijkers dat even meezien. Zo, dat is dus de plaats van Jan Vries. De Nekker. Misschien is die naam terug te vinden in de literatuur. Het zou best een plaats inderdaad kunnen zijn dat die Maurits uit de Nekker komt. En anders dacht ik dat Lize misschien een plaats zou kunnen zijn. Ja. Brenda en Wolter, wat willen jullie daarbij doen? Wij zijn er klaar voor. De helikopter staat standby. We zoeken uit, Jan, waar we jou meteen even naartoe kunnen laten gaan aan de hand van deze ingewikkelde omschrijving. De Nekker is geplaatst. Lize is geplaatst. Lize, neem deze nog eens. Dat zou er moet toch een plaats in zitten, lijkt me. Dat lijkt mij ook. Kijk eens even. Een garnalenvisser. Ga je dus met garnalenvissers te maken? Ja, hij zal wel op garnalen kunnen vissen. Dat lijkt, lijkt me wel. Zullen we eerst, we kunnen Jan toch wel ergens naartoe proberen te sturen? Jan, dat is onze Jan. En hij, dat is Jan. Het zou kunnen. Lijkt me. Zullen we eerst maar weg. Waar wil je hem naartoe hebben? Naar de kust in ieder geval. Naar Pannen. Ja? Pannen. Jan? Jazeker. Goedemorgen, Brenda. Kun je naar de Pannen gaan vliegen? In ieder geval naar de kust? Ja, oké. Okay. Wij gaan vanuit de Moeren de molen naar de Pannen toe. Naar de Pannen, oké. Okay. Oké, okay, vist op Lize. Dat is toch iets wat... Ja, het vissen is het inderdaad... Lize. Cohen Lize. Cohen Lize. Dat is wel heel... Nou, dat is wel heel toevallig. Nou, waarom? Het is een garnalen... Wat is het? Een kookboek? Dit is met, heeft met garnalen te maken. Garnalen is te paard. Hier moet het in staan. Lijkt me. We moeten... Mag ik even het andere boekje zien? Dit is dus een gids. Die donaties. Dutch Garnet. Waarom staat er geen... Not forget the guys. Hier heb ik een Jan. Jan, ja. Jan Lambin. Wat zou Lize nou zijn? Zou Lize nou een dame zijn? Ik weet het denk niet. Ik denk dat het een soort garnaal als is. Als zij niet bang is voor Jan, dat zal die Lize dan zijn. Ja, ik heb... Dus Lize is misschien wel een boot. Of niet? Nee, dat kan een persoon zijn ook. Maar vist op Lize. We zijn inmiddels weg van de molen en gaan onderweg naar de Pannen. Okay. Uitstekend, Jan. Als hij niet bang is voor Jan, krijgt hij van Maurits... Een hand garnalen. Nou, Maurits is Maurits de Nekker. De Nekker, ja. Maar dan zouden we eigenlijk ergens in een inhoudsopgave of zo kijken of daar de Nekker staat. Want dat moet toch iets betekenen. Een auteur van een boek misschien? Of... Ik ben te werken aan de Nekker. Het is Nerk. Zo bereiden we garnalen. Hier zijn allemaal wel garnalenvissers. Ja, weten we waar we naar zoeken eigenlijk, hè? Dus een hand garnalen, dat woord, dat is de schat die wij zoeken. Zegt hij van Maurits en die moet hij bij Maurits halen. De Nekker. Kom er wel aan wat een... Kijk eens eventjes. Heb je daar iets van? Leuven hier. De Nekker staat daar niet in, hoor. Het moet een shrimp zijn. Ik heb hier ook een inhoudsopgave. De Nekker diest. Maurits de Nekker vist op Lize. Dat moet een garnaal zijn. Is er geen woordenboek bij? Nee. Dat hebben we niet. Hebben we niet gezien, nee. Ik denk dat we toch hier iets uit die garnalenvissersboek moeten halen, hoor. Oké,
Duinwolde. Wij naderen inmiddels de kust. Het zal nog een 30, 40 seconden duren voordat we er zijn. 30, 40 seconden. Goed, we zijn inmiddels 8 minuten bezig. Zodat we al een aardig eind op schot zijn. De nekken. Zullen we ze... Het gaat dus om garnalenvissen. Ja, dat lijkt me duidelijk. Dat is duidelijk. Als we nou hun op weg sturen om garnalenvissers te zoeken. Ja. Die moeten daar te vinden zijn. En misschien weten die ook wie die Maurits de nekker is. Dat lijkt me ook. Jan? Ja, Brenda? Als jullie daar aangekomen zijn, dan moet je vragen aan wat mensen of zij iets meer weten over garnalenvissen daar in de buurt. Waar wil je dat wij dat doen? Als je bij de kust komt. Pannen ligt er aan de kust. Je wilt op het strand? Op het strand of daar in de buurt in ieder geval. Zodra je wat mensen ziet, dan kun je ze vragen of ze iets meer weten over... Ja. Oké, wij zetten hem nu ergens vlak bij de kust neer en zullen wat voorbijgangers vragen naar... Hoe heet de meneer? Nou, het gaat om het garnalenvissen en of eventueel de naam Maurits de Nekker hen iets zegt. Maurits de Nekker. De Nekker, ja. Kijk, dus als we die opdracht nog eens eventjes goed bekijken, want daar moet het in staan. We kunnen namelijk ook alle verkeerde kanten uitgaan. Ja. Maurits de Nekker vist om Lize. Wat zou dat nou toch zijn, dat Lize? Ik denk dat dat een soort garnaal is. Daarom zat ik net met die Lize. Ja, Jan, kan je vragen aan een voorbijganger wat Lize betekent? Misschien is dat wel een Vlaams woord wat wij niet kennen. Ja, oké. Dan staat er, als zij niet bang is voor Jan, wie zou die zij zijn? Je zou verwachten Lize, maar... Krijgt hij... Oké, okay, we zijn nu geland op het strand en we gaan wat vragen stellen. Ik heb hier ook een boek van J. van de Moertje. Dus dat kan ook een Jan zijn natuurlijk. Ja, maar ik denk dat we toch hier in dat garnalenvissersboek wat kunnen vinden. Alleen... Zit er geen index? Morgen kent u Maurits de Nekker. Dit is ellendig. De nekker. Hier in de pannen zijn ze wel. Goedemorgen, kent u Maurits de Nekker? Pensez, ik stel pas pas. Oh. C'est monsieur. Vous connaissez Maurits de Nekker? Ah, no. Monsieur, no. En vraag is, Jan, vraag eens wat Lize betekent. En qu'est-ce que c'est Lize? Lize. Ze weten het niet. Ik ga eventjes verder kijken of er andere mensen zijn die het misschien wel weten. Dankjewel. Oké, Jan. Ik geef even Maurits een hand garnalen. Een hand garnalen. Ja, die hand garnalen zal wel de eerste schat zijn, maar... Ja. Hier zit dus iets over de plaatsen die daar... Meneer in een uniform, die moet er ongetwijfeld dat weten. Goedemorgen, meneer. Kent u Maurits de Nekker? Die ken ik niet, meneer. Die kent u niet? Nee. Weet u wat de Lize is? Dat ken ik ook niet. Dat kent u ook niet? Ik kon ons niet helpen. Wel, in zulke omstandigheden niet meer. Vraagt u anders over de pannen al wat u wilt? Ja. Dan kan ik wel. Kent u Maurits de Nekker? Nee, dat kan ik niet. Kent u Maurits de Nekker? Ik kijk natuurlijk op televisie. Weet u wat de Lize is? Nee. Nooit van gehoord? Nee, nooit van gehoord, nee. Het lukt niet meer. Nee, nou, dat is niks aan te doen. Ik zal eerst eventjes jouw helikopter neerzetten bij de pannen. Want daar zit je nou. Oeps, oké. Okay. Ik heb hier dus dat boek van Jan Lambin. Goed jongens, we zijn al 9 minuten ver. Ik heb het net even vergist met de tijd. Het is 9 minuten dat we nu al met het spel bezig zijn. Ik ben van Lier. Wat zegt u? Ik ben van Lier, ik ben niet van de pannen zelf. Nee, ik weet het niet. Er moet toch iets zijn daar in de buurt wel wat meer over het garnalenvissen? Een museum of iets dergelijks? Maurits de Nekker? Wat is dat, hè? Dat weet ik niet. Kent u Maurits de Nekker? Dat is een gids van de Belgische kust. Museum. Weet u wat de Lize is? Nee? Dat weet u niet. Jan? Ja? Het is niet de Lize, maar Lize staat er. Lize. En Lize. Maurits de Nekker die vist op Lize. Dus dat Lize moet iets betekenen wat ons verder moet brengen. Maar doet hij dat of deed is dat, hij dat? Misschien is dat een schip, is dat maar een, ik weet het helemaal niet. Op Lize. Of Lize is misschien wel. Lize is misschien wel een beest dan. Kent u een schip dat Lize is? Ik vond het schip ook niet zo gek. Dus Nerk, dit is de Nekker.
Algehele verbijstering, niemand die het weet. Hebben jullie daar een kookboek? Jullie nog meer aanwijzingen? Kookboek? Nee. Als ze nou... Er zat een kookboek bij, dacht ik. Of niet? Nee, dat is een garnalenboek. Er zal er toch wel een museum zijn wat... wat met dit soort dingen te maken heeft aan de kust. Dat weten de mensen toch vast wel? Dacht je niet? Het zou kunnen. Je wil naar een museum toe? Nou, daar weten ze iets meer hier vanaf. Of naar een Jan de Vries, is daar een museum in de buurt? Brenda die zegt dat we daar misschien navraag kunnen doen. Is hier een museum in de buurt, denkt u? Een museum, ja. Een vissersmuseum. Ja, vissersmuseum. Uitstekend. In Oost-Duinkerke. In Oost-Duinkerke? Oost-Duinkerke, dat is een heel eind verder. We zijn nu ruim 10,5 minuut bezig. Dus ja, als jullie dat willen dat we daar naartoe gaan, dan gebeurt dat natuurlijk. Ja. Naar een museum? Naar een museum. Jan? Ja? Ga je met de helikopter naar Oost-Duinkerke Bad, waar dat museum is? Misschien kunnen we daar iets verder komen. Ja, oké, we zullen proberen dat museum op te sporen. En dat staat waar? Dat kunnen jullie me uitleggen? Nou, volgens mij, dus volgens die meneer die je net sprak, bij Oost-Duinkerke Bad, dat is dus de kustlijn volgen naar het noorden. Oost-Duinkerke Bad, oké, daar vliegen wij heen en we gaan daar op zoek naar het museum. Want dat heeft die man toch net gezegd tegen je, hè? Oost-Duinkerke Bad. Ja. Oké. Valt niet mee. Nou, we komen er wel. Gemeentehuis. Ik kreeg even Maurits aan de hand. Garnalenvissers te paard. Maurits. Deze attractie hier. Garnalenvissers te paard. Deze attractie die Oost-Duinkerke beroemd maakt, verdient een aparte vermelding. Dus in Oost-Duinkerke zitten we in ieder geval in de goede richting. Ja, hebben we niet meer gevonden dan? Dat de attractie, dat zijn nou die garnalenvissers te paard. Dat is een attractie die Oost-Duinkerke juist beroemd maakt. Dus aha, daar hebben ze, weten ze in ieder geval iets meer over. En Maurits. En wat kunnen maar we dan moeten we een Maurits de Nekker. Dat zou wel een beroemde garnalenvisser zijn. En verder dat. Ik heb wel Alderin de Klerk. De denten zijn de pannen. Ja, hij vist ergens op, hè? Fietst op. Zijn er boeken over vissen? Of... Ja, hier ja, dat garnalenboek dat jij voor je neus hebt liggen. Ja, maar ik bedoel over de sportvissen of over de rugvissen. Nee, naar Oost-Duinkerke Bad toe. Jij bent nu bij Oost-Duinkerke Bad in de buurt? Nou, nee hoor, we zijn net opgestegen. Prima. We vliegen nu over het strand naar Oost-Duinkerke Bad. Dat is kustenbeeld, dan moeten we toch volkoren en feesten. Nou, zoek dat Oost-Duinkerke Bad alles eens even op. Carnaval, vieringen, diverse evenementen. We zijn nu 13 minuten in juni. Ver. Kiezing van. Dus weet het eventjes. Ik hoor Jan niet meer. Nou, ga maar even door. Ja, kan gebeuren. Het verkiezen. Garnaalfeest in juni. Dan moeten ze iets weten. Bij Oost-Duinkerke. Garnaalfeesten. Ja. Voorlopig is het garnalen. Dat is eigenlijk de enige goede clue die we hebben. Ja. Laten we nog eens een keertje proberen naar die opdracht te kijken. Want daar moet het dan uiteindelijk in staan. Ja. En Jan de Vries is dus nu onderweg naar Oost-Duinkerke. Wat ik zo raar vind, Tom. Ja? Maurits de Nekker vist op Lize. Op Lize. We hebben al gedacht als het een boot is, maar meestal zeg je dan op de Lize. Maar Oost-Duinkerke is... Of daar iets van in de boeken die je... Kijk, in Oost-Duinkerke, ik denk dat we die kant op moeten... is het garnalenvissen te paard. Op een paard. Lize dat is een paard. Daar gaat het om. Dus Lize, dat moet een paard zijn. En die Maurits de Nekker is die visser. En die zit op Lize te vissen. Op maar Lize. Is naar garnalen. Kan je ons horen? Jan de Vries? Jan de Vries, kan je ons horen? Waar ben jij nu? Wij vliegen nu richting Oost-Duinkerke. Ja, Oost-Duinkerke Bad hebben we gevraagd, hè? Oost-Duinkerke Bad, ja. En wij zijn op zoek naar het visserijmuseum. Ja, maar Jan? Inmiddels zijn er hier wat nieuwe gezichtspunten gekomen. Want we zoeken ernaar wat nou die Lize is. En die Lize, daarvan dachten we dat dat eerst een boot was of een vis. Maar het blijkt dat Oost-Duinkerke bekend is om zijn paarden. Jan? Garnalenvisserij. Ik denk dat je gewoon naar het strand moet gaan bij Oost-Duinkerke. Ja.
En daar garnalenvissers opzoeken. Die zitten dus op een paard. Ja, en daar vliegen wij nu overheen over het strand, hè? Ja. Oh, kan je daar landen? Het strand van Oost-Duinkerkenbad. Ja, daar kunnen wij landen. Zien jullie garnalenvissers daar? En bijvoorbeeld bij iemand die daar garnalen vist? Nee, nog niet echt. Ik zie hier wel allerlei wandelaars en zo. Er zijn een paar mensen die iets in zee staan te doen. Maar zie je... ja, ik zie nu ook netten. Oh, ja. Zie je ook paarden? Netten, nee, geen paarden nog. Nou, Jan, het moet iemand op een paard zijn. Ja, helemaal in de verte zie ik 5, 6, 5 paarden. Dan moet je, paarden, moet je onmiddellijk naartoe gaan. Oké, okay, daar gaan we heen. Oké. Okay. Ja. Hoe ver zijn die van je vandaan, Jan? Die zijn een paar honderd meter van me vandaan. Nou, probeer daar even heen te landen en vraag of een van die mensen Maurits de Nekker is. Prachtig, maar die zijn dus in het water, hè, die paarden. Ja, dat is goed. En daar mogen helikopters niet landen. Oh, dan moet het water dus in. We hebben hier ook een plaatje van een paar van die mensen op paarden. Dus dat moet goed zijn. We zijn nu 16 minuten ver. Ja. Jan? Dus als we voor iedere schat een kwartier rekenen, dan zijn we er al iets over tijd. Jan? Ja, maar wij gaan nu heel snel. Wij landen nu. Oké, vraag of een van de paarden Liesje heet. En dat moet dan het paard zijn van Maurits de Nekker. Want... ik denk beter naar Maurits de Nekker kunt vragen dan een paard dat Liesje heet. Uiteraard. Oké, ik loop nu het water in op zoek naar die... Maurits de Nekker met Liesje. Je loopt nu het water in, Jan? Ja, dat zal een graadje of 10 zijn. Wat ik allemaal niet over heb voor die schat, is ongelooflijk. Het moet sportief zijn, hè? Het is hier iets warmer. Nou, dit moet goed zijn, hè? Ik kan die helikopter er niet opzetten. Ik zal het nog eens even proberen. Kunt u me al eens de Nekker? Ja, heb je hem? Kunt u me al eens de Nekker? Nekker? Ja? Waar is die? Aan de hoendik. Ah. Maurits de Nekker, hij kent Maurits de Nekker, die is er eentje verderop, dus we moeten weer terug. Klasse, heel snel, Jan. Kom op, Jan. Moet dat weer met de helikopter of kun je dat lopen, Jan? Die trekt me wel het water uit, over. Wat zeg je? De helikopter probeert me nu het water uit te trekken. Oh, dat is heel sterk. Jan. Nee, is niet super. Ik ga even naar Maurits de Nekker. Waar is die Maurits de Nekker ongeveer? Jan, wat gebeurt er nu op het ogenblik? Ik hang onderaan de helikopter, we zijn even op het strand. Jezus, oké, okay, in de helikopter. Onderdeel. We gaan naar een paar paarden die verderop staan. Jan, aan Maurits moet je een hand garnalen vragen. Ja, dat is duidelijk. Jan, heb je enig idee waar die Maurits de Nekker dan is? Volgens die meneer in het water was hij eentje verderop. Nou. We vliegen nu met een noodgang laag over het strand. Richting een volgende groep. En waar ben jij? In de helikopter of eronder? Ik zit er nu weer in. Heel goed. Nou, pas op, hè? Dan moet hij, als hij de Nekker heeft... Ja, daar zal hij die garnalen krijgen. En dan moet hij de stuitentest opzetten. Ja, ik kan hier verder ook. Ik kan geen Maurits de Nekker vinden. Niks. Ik zie alleen maar een heleboel mensen met paarden. Het is een lokaal bekende figuur, hè? Nou ja, ze kennen hem. Hij is nu naar Maurits de Nekker onderweg, dus het is nu een kwestie van even wachten. En de tijd is inmiddels 26 minuten resteren nog. Dus we hebben er al heel wat gehad. Te veel hebben we er al gehad. 19. Ja, dat is te veel. Gaat het goed, Jan? We gaan uitstekend. Tempo maken, hè, want de tijd die gaat maar door. Is het druk? Nee, het is niet zo erg druk. Er zijn een paar prachtige... surfplatjes met mobieltjes die hier over het strand scheuren. Oh. Het ziet er heel mooi en kleurachtig uit. Maar in de verte zie ik de paarden. Oké, kom op, Jan. Ja. 20 minuten al. Sneller dan deze helikopter gaat het niet, hoor. Dat is waar. Nee, begrijpen we. Kan je beschrijven wat je ziet? Want wij zien dat niet. Ik zie in de verte een paar paarden. Het is een beetje heiig. Het duurt eventjes voordat we dat kunnen oppikken met de camera. Maar we zijn er nu bijna. Er zijn hier 3, 4 paarden met wat karretjes en zo. Kennelijk vissers, gele oliepakken aan. Is het mooi weer? Het is hier schitterend weer, hoor. Veel toeristen? Geen, eigenlijk. Behalve wij. We gaan nu weer landen, helikopter uit. Rennen, Jan. Hij is natuurlijk maar één van de 3 actieve garnalenvissers. Eén van die 3 mannen moet het zijn. Denk ik. Oh, dat zal zelfs een foto zijn van onze vriend. Mannen. Kent u Maurits de Nekker? Heb je hem? Fantastisch. In het water! Prachtig! Nu even die garnalen, want dan kunnen we daarna de tijd stopzetten.
Jan, een hand garnalen. Een hand garnalen, nu vragen. Marlies! Een handje garnalen! Kom hier! Ja, die man die zit op een prachtig paard, joh. Hoe ver ben je van hem vandaan? Een paar meter. Oh, prachtig. Nou, pak die garnalen even, dan zetten we de tijd. Nog eventjes! Ja! Heb je ze? Een handje garnalen! Prachtig! Fantastisch! Ja! Stop de tijd! Prachtig. Fantastisch, Jan, geweldig. Heel geweldig. Nou, dat was ingewikkeld, hè? Ja, ik denk dat jij wel een paar opmerkingen te maken hebt, Janet. Ja, het is zo jammer dat in het begin, jullie waren er zo vlak naast. In de eerste regel al, als je dacht, als dat zo doorgaat, dan moeten we de raadsels bijmaken. Want... En toen hebben jullie ontzettend veel tijd verloren met het vinden van Lize, die natuurlijk een ontzettend lief Brabants paard is, die 700 kilo weegt, want u begrijpt... Je moet er toch wel enige kracht voor hebben om dit geweldig zware werk te doen. Het paardenvissel dat bestaat trouwens al sinds de 15e eeuw. Vroeger werd het vaak met ezels en muilezels bedreven. Het gebeurde in Zuid-Engeland, in Frankrijk, in Duitsland. Ook in Nederland, tussen Katwijk en Scheveningen. Nou, de laatste paardenvissers zijn er dus nu nog inderdaad in Oost-Duinkerken te vinden, zoals jullie in de boeken hebben gelezen. Mm-hmm. Er zijn er geloof ik nog maar 8. En het geeft tegelijk gelegenheid tot vele festiviteiten zomers, zoals onder andere de verkiezing van ene Mieke Garnaal. Maar ik denk dat Lize daar met haar gewicht niet voor een aanmaking kon komen. Jan, jij bent inmiddels terug bij de helikopter. We zijn zojuist weer het water uitgestiefeld. En wij gaan nu terug naar de helikopter. Ja, jij hecht een beetje, hè? Ga jij maar eens met 10 graden, koud water, en je Belgische waar. Geweldig. Nou, hoe ver ben je van de helikopter vandaan? 10 meter, we zijn er zo. Goed zo, dan ga ik nu vast de tweede envelop in ontvangst nemen. En dan gaan we zo meteen de tijd starten, Jan. Ja. Ja, dan kan de tijd nu starten voor de tweede opdracht. Okay. Die geeft dus 3000 gulden bovenop het bedrag dat we nu al hebben verkregen voor onze kandidaten. En de tweede opdracht die luidt... In deze stad, bekend uit de geschiedenis... heb ik heldhaftig mijn werk andersom gedaan. Mijn zwengel vindt u in de toren. Ondertekend schipper Henri Gerard. Jan, heb je dat verstaan? Ja, ik zal het nog een keertje voorlezen. In deze stad, bekend uit de geschiedenis... heb ik heldhaftig mijn werk andersom gedaan. Mijn zwengel vindt u in de toren. Dus het zal alweer de zwengel zijn die we moeten proberen te vinden. We moeten eerst... En dat is ondertekend door schipper Henri Gerard. Dat lijkt me een aardige knoop. En maritiem... welke stad zou dat zijn? Heb ik heldhaftig mijn werk andersom gedaan? Wat zou dat nou kunnen zijn? Schipper Henri Gerard. Ja, ik denk het. Mijn werk andersom. Deze stad, in die buurt. Wat is dat? Schipper. Dus dat is weer iemand die in ieder geval aan de zee ligt. Een stad bekend uit de geschiedenis. Ja, dus een schipper, Newport. Dan zou je kunnen zeggen dat hij... Newport, is dat bekend? Ja. Hebben is dat bekend uit de geschiedenis? Abdij en Begijnhoven. Dat lijkt me niet zo geweldig. Wat zou het andersom zijn? Brenda en Wolter, we zijn nog een beetje in de buurt van onze eerste schat. Wat willen jullie dat wij gaan doen? Nou, we zitten even te zoeken waar we je naartoe zullen sturen, Jan. Maar dat is nog niet helemaal bekend. Oké, dan blijf even wachten. Je moet in ieder geval aan de kust blijven, lijkt me. Of niet? Een geschiedenisboek erbij. Geschiedenis, water van... Newport. Wat is een bekende stad uit de geschiedenis? Duinkerk is bekend. Ja, Newport. Ja, slag bij Newport. Dat ligt daar dus niet. En Newport. Dat is het bekendste wat we zien. Wat is Duinkerke voor historisch... Ja, die naam ken ik. Dat is in Frankrijk, denk ik, dat je bedoelt. Ja, nee, Franse Duinkerke. Maar ja, Newport is het bekendste, lijkt me, wat hierop staat. Goed, dan moeten we dus naar die stad toe. Die moeten we zien. Jan de Vries, Brenda wil dat je naar een stad toe gaat daar in de buurt. Dat is Nieuwpoort. Die stad is bekend uit de geschiedenis. Bedoelen wij Nieuwpoort Bad, Brenda? Ben je dan naar Nieuwpoort Bad of naar Nieuwpoort zelf? Wat is bekender, Nieuwpoort Bad of Nieuwpoort zelf? Ik weet niet, ja, de slag bij Nieuwpoort, ik weet niet waar dat was. Oké, dan gaan we vliegen vast in die richting erbij. Gaan we vast maar richting Nieuwpoort. We moeten gewoon nadenken. Deze stad, bekend uit de geschiedenis, heb ik heldhaftig
heldhaftig. Dus zal iets misschien met vechten of zo te maken hebben. Held. Mijn werk andersom gedaan. Dus een, ja. Kijk, dat is schipper Henri Gerard. Die heeft dus gevochten. Dat is een held. Nou, moet misschien in een van de boeken staan. In de boeken. In verband met, met Nieuwpoort. Hij heeft iets gezwengeld, een klok. Laten we even kijken. Nieuwpoort. In een abdij kan je iets zwengelen. Waar is Nieuwpoort? Die boeken hebben geen inhoudsopgave. Nee, een heleboel niet. Nieuwpoort. Deze wel. Oké, Brenda en Walter, wij zijn nu op weg naar Nieuwpoort. Fantastisch. Of Nieuwpoort, wat? Dat moeten jullie nog even uitmaken. In ieder geval scheren wij met een grote vaart over de kustlijn nu. Harry Gerard, wat kan dat nou zijn? Het is dus een schipper, want iets met... waar is dat maritieme boek? Dat is het oud, maar werk... Kijk, je laat hem dus nu naar Nieuwpoort gaan. Is er iets belangrijks? Of Nieuwpoort wat? Kun je dat even eerst beslissen? Of hij... Nieuwpoort lijkt wij vliegen nu in ieder geval wat land inwaarts, want we zijn nu bij de haven van Nieuwpoort wat aangekomen. Nee, je moet naar Nieuwpoort zelf toe. Nieuwpoort zelf. En wat gaan we dan in Nieuwpoort doen? We moeten Harry Gerard moeten hebben. Dat is ons enige aanknopingspunt dat we hebben. Oké, Walter, wij vliegen nu zeg maar over de haven. Waar is de havenlijn? Vanaf zee komend rechteroever vliegen wij landinwaarts richting Nieuwpoortstad. Zolang wij die Harry Gerard... In het andere boek heb ik gekeken over Nieuwpoort, zie ik weinig staan. Dan zouden we hier iets kunnen vinden. En wat hebben we nog meer? Kijk jij dan even in dat boekje. Jan? Ja, Tom? Nee, het is Walter die tot jou spreekt. Als jij landt voorlopig maar in Nieuwpoort... en vraag dan of iemand daar de held Henri Gerard kent. Henri Gerard. Ik zie aan het einde van de haven een kerk liggen. Een silhouet van een kerk. Is dat een plek om het te proberen, denk je? Nou, het is een toren, maar... Nieuwpoort, zouden we daar iets kunnen vinden? Ja, 1600. Maurits behaalde deze overwinning. Misschien dat die Henri Gerard toch wel ter plekke bekend is. Ja, zeg het maar, wij willen dat wij landen en vragen gaan stellen. Ja, nou land maar zo snel mogelijk. En vraag aan een willekeurige voorbijganger wie Henri Gerard was. Het was een schipper en tevens... maken wij op uit de tekst een held. Ik zal even vragen aan die piloot of hier ergens in de buurt mogen landen. Mogen hier ergens landen? Ja, dank. Okay, jongens, we hebben nog 18 minuten. We gaan hem neerzetten aan het eind van de haven bij een... Hier. Jullie zijn toch in Nieuwpoort zelf, Jan de Vries? Toch niet in Nieuwpoort Bad? Nee, we zijn niet in Nieuwpoort Bad. Maar de haven die houdt hierop. We landen op een soort oprit naar een wat lijkt op een monument. In het midden daarvan een paard, stenen paardmonument met erop een heer. Ja, dus je moet naar Nieuwpoort, hè? Dat wil Wolter in elk geval. Is dat zo bekend? Nog echt zo bekend? Nou, wie moet ik vragen dan? Naar Henri Gerard. Henri Gerard. Dat was een schipper. Ja. En die heeft iets heldhaftigs gedaan. Op 29 oktober, rond 1930. 19 oktober. Nu onder het leiden van kapitein Umme en van de onverschrokken Gerard. Erin slagen over de Veunenvaart te komen. We hebben die Gerard. Goed. En het gaat over... Welk jaar was dat? Of welke 19, rond 1930 op 29 oktober. Harry Gerard. Harry Gerard. Kunt u die? Nee, dat kennen we niet. Oude Veunenvaart. Harry Gerard is dus een persoon uit het verleden, Jan de Vries. We moeten de hele andere kant op. Jan de Vries, wat? Kent u Harry Gerard? Hier. Harry Gerard? Nee. Nooit Jan, wacht eventjes. Wat willen jullie nu dat er gebeurt? Laat Jan even vragen. We zijn helemaal de verkeerde kant op. We moeten naar de Veurnevaart toe. Maar ja, dat is dus waarschijnlijk in Nieuwpoort. Waar is de kaart moeten we hebben? Sorry, de Veurnevaart? Ja, waar is de Veurnevaart in Nieuwpoort? Kan je die vragen? Ja, natuurlijk wel. Weet u Nieuwpoort de Veurnevaart? De Veurnevaart? Dat weet ik niet. Nee? Ja, die is natuurlijk niet... Maar ik zie meneer met een pet op. Nieuwpoort. Zo moest meneer het de Veurnevaart, weet u wie? Ik kijk naar het voor. Daar kijken we op uit. Ja, ja. Hier rechts voor. Oh. Met de pot, daar zit de muur daar. Oké, Brenda en Wolder, ik kijk recht uit op de Veurnevaart. Op de Veurnevaart. Ja. Heel goed nou. En waar loopt die vandaan? Van Nieuwpoort naar Veurne waarschijnlijk. Die loopt van Nieuwpoort naar Veurne? Ja. Ja, dat klopt. Ja. Kent u Harry Gerard?
Henri Gerard is een historische figuur, Jan. Ja, die kent u? Gerard. Ja, wie is dat? De sluismeester geweest. Hij is sluiswichter geweest. Ja, 1918. Die heeft de sluis opgedraaid. En... Ja, wat willen jullie nu? Nou, hey, Jan, wacht even. Jan? Zijn zwengel zit in de toren. Die zwengel van die... Wat heeft hij ook weer gedaan? Hij heeft de sluis heeft hij opgelicht, waardoor het water binnen stroomt. Dus nu heeft hij ze natuurlijk naar beneden gedaan. Hij heeft zijn werk anders... Normaal. Omhoog. Jan? Ja? Je moet op zoek naar de zwengel van de sluizen waar Henri Gerard de sluis mee open heeft gemaakt. De zwengel van de sluis waar Henri Gerard de sluis mee open heeft. En die hangt in de toren. En die hangt in de toren. In de toren? Ja, in de toren. Moet die hangen. Wat voor toren is daar, Jan? Kan je dat even vragen? Nee. Waar ligt de zwengel van de sluis waarmee Henri Gerard ze heeft geopend? Dat weten van de sluismeesters. Van de sluismeesters? Ja, recht bij dat monument. Bij dat monument? Ja. Jan de Vries vraagt of dat... Daar? Is dat een toren, Jan? Over de sluizen? Ja, aan dat gedenkteken dan. Oké. Okay. Jan, is dat een toren? Aan de overkant van waar ik nu sta is een gedenkteken. En daar moet volgens deze meneer, met de pet op die er zeer betrouwbaar uitziet, de slinger zijn opvangen. Oké, okay. Ga er onmiddellijk naar toe, dat is een toren, Jan, neem ik aan. Een toren waar je nu naartoe gaat. Ja, het is een spits rechtopstaande piek. Fantastisch. Ja, geweldig, we hebben nog 15 minuten en 25 seconden voor de boeg. Ik heb een plaatje daarvan vinden. Als jullie de zwengel maar vinden, vind ik het wel interessanter. Nou, hier hebben we dus Nieuwpoort. In deze stad vind ik het wel uitstekend. Die hebben we dus, dat is geregeld. Ja. Nieuwpoort. Nieuwpoort. Ik heb hier iets van Nieuwpoort. Koning Albert. Kijk eens eventjes. Zit daar nog iets van die toren? Dat is de Oost-Duinkerk weer. Maar dan moet hier steeds iets van Nieuwpoort zijn. Tenminste volgens de index. Jan, waar ben je nu? Oké, we zitten in de helikoptertonnen. We vliegen nu over het water naar die sprietvormige toren aan de overkant. Fantastisch. Daar moet die liggen. Goed zo. Geweldig. Nou, we hebben nog 14 minuten en 36 seconden op dit moment. Moet lukken, jongens. Moet lukken. De tweede, ja. Maar we willen nog de derde pakken, Jan. Nou, die helikopters, die geef ik maar even op. Die kan ik niet bij. Oké, we hebben een probleem. We mogen daar niet in de buurt landen. Oh, dat is dus heel vervelend. Bij die toren niet. Ja? Jan, probeer dan zo dichtbij mogelijk te landen. Ja, we zoeken een plekje nu. En dan moet jij zo snel mogelijk uit die helikopter naar die toren toe. We hoeven die toren. Wat is dit? We hoeven niet. Nou, het zal wel die toren dus zijn. Zo. Te zien. Ik vind het wel sterk dat het gelukt is. Om dat voorlopig te vinden. Ja, als het het is, want ik weet niet of die toren nog goed is. Henri Gerard. 13 minuten en 35 seconden. We zijn geland, er moet nog een stukje gelopen worden. Hè? Hoeveel ongeveer, Jan? Een paar honderd meter. Okay, nou, dus het wordt hollen. Ik hoop dat je conditie de afgelopen week hebt bijgespijkerd, Jan de Vries. Zeker, Tom. Die was al geweldig. Beter dan jou in ieder geval. We komen de beste tijd, jongen. Oké. Okay. Oprecht naar de tweede schat. Loop hier over een soort loswal. Links en rechts, hoog opgestapeld allerlei hout. Ja. Zeg maar het industriegebied hier van Nieuwpoort. Ja. En aan het einde daarvan staat dat standbeeld waar dan die malle zwengel moet zijn. Nee, een toren, hè? Je moet daar een toren zijn. Precies, dat bedoel ik. Oké. Die toren die moeten we kunnen vinden. Nou, daar is je dus bijna in de buurt. Ja. Maar ik bedoel, kunnen we geen afbeelding van die toren vinden? Dat zal wel leuk zijn, maar... Ja, hier zit ook helemaal ik geloof. Ja, het misschien zit het door. Als je bij de inhoudsopgave kijkt, bij Nieuwpoort, misschien zijn daar torens. Ja, ik weet het niet. Ben ik hiermee bezig? Ben ik En Jan, beschrijf eens even wat er gebeurt nu. Ik ben nu op weg naar een oppelbrugje waarmee ik over het water kan komen. Hij rent zich helemaal stuk werkelijk. Nieuwpoort, 12 minuten en 22 seconden. Hebben jullie nog wat tegen Jan te zeggen? Nee, ik heb niks. Hij moet gewoon die zwengel in die toren vinden. Jan, denk je dat die zwengel ook werkelijk in die toren is? Als zat die man met die pet op die er zeer betrouwbaar uitzag gelijk heeft, dan moet die daar zijn. Ja? Oké. 11 minuten 58 seconden hebben we nog.
Voor één schat. Nou, voorlopig nog voor twee. Voorlopig nog voor twee. Bijna 5000 gulden verdiend. Ja, als die er hangt, anders moeten we hebben. Nou, dan moeten we toch even kijken wat mogelijk een alternatief voor die toren zou kunnen zijn. Nee, nou, zou die toren dat kan. Maar dan is het natuurlijk afgelopen. Dan is het niet meer te doen. Ik zou zo graag een plaatje zien van die toren. Goed, ik denk dat dat er niet is, dus dat kunnen we dan beter opgeven. Dat zien we op het. Jan, beschrijf nog eens wat je doet. Ik loop nu aan de overkant van het monument waar we net zijn geweest. Hier moet die toren zijn. Ja. 11 minuten, 13 seconden nog voor de boeg. Oh, ja, van 50 meter. Heel ja. Goed. En Jan, wat gebeurt er nu? We zijn hier bij het monument. Ja? En er staat op, ici est tombé, Leopold Kalkbergh. Oh. Zegt jullie dat wat? Daar moet vlakbij een toren zijn voor Henri Gerard, Jan. 16 oktober 1917. Ja, Jan. En erachterbij een toren. Er is dus een toren. Er is een toren. Waar? Nou, daar moet een zwengel in hangen. Oké. Okay. Even kijken. Henri. Gerard. Ben je nu bij de toren, Jan de Vries? Ja, ik kijk daar nu op. Voorzitter Prins de... Blablabam, niet te lezen. Moet daar die toren... Je staat nu voor die toren, Jan. Ik sta nu op... Op de toren? Op de toren, nou op een ronde cirkel eromheen eigenlijk. Kun je in die toren komen? Zie je daar een zwengel? Dan moet er eerst in, anders kan je naar de toren. Een toren met vier beelden eromheen. 9 minuten 46 seconden nog. Kun je erin komen, Jan? Zullen we het eens proberen? Al weet ik niet of dat veel zin heeft. Dat is een beetje te hoog voor kleine Jan. Jan, kun je zijn daar mensen waar je kunt vragen waar die zwengel is? Eens even kijken, er loopt daar een tuinman. Of zie je dat zelf, dat er een zwengel is? Nou, ik zou maar iets minder bladeren en iets meer. Ja, met Jan aan de gang. Ja, maar als dat die toren is, dan... Weet u waar de zwengel is van... Meneer Gerard, zijn sluiswachter? Zijn hoofd. Nee, de zwengel waarmee hij de sluis opende. Nou, de zwengel in de toren, Jan. Jan de Vries, in die toren moet een zwengel zijn. Weet u waar die zwengel hangt, in de toren? Ja, ik kan hem hier vandaan niet zien. En op die toren, Jan. Kan je daar opkomen? Ik kan niet zien. Hier ook niet in? Nee, daar kom ik niet zomaar in. Maar kan je op die toren komen, Jan? Nee, ik kan er niet opkomen hier vandaan. Oh. Dat is jammer. Ja, die zwingel moet daar toch ergens zijn. 8 minuten, 30 seconden nog voor de boeg. We moeten hem vinden. En we zullen hem ook vinden. Eén zwengel gezocht, Jan. Dus dat bekend uit de geschiedenis, dat is goed. We moeten die zwengel, we moeten die toren hebben. Die toren. Kan je niet op die toren komen of erbij, Jan de Vries? Ja, maar ik sta nu bij die toren. Zijn er mensen nog? Weet jullie zeker dat dit een goede toren is? Nou, op het moment niet meer, nee. Nee. Het is Erik Par, Wege Nationaal Souvenir. Een voorzitter en de jaartal eronder 1930. Kun jij op die toren komen, Jan de Vries? Nee, ik kan niet op die toren komen. Moet dat alleen met de helikopter gebeuren of zo? We moeten daar vandaan. Die toren die zou zijn op die plek waar die sluis open is. Ik loop even een beetje rond om te kijken of er wat anders is hier in de buurt. Kan je niet zoeken naar die zwengel, Jan? Als hij die toren niet in kan komen. Ja, hij moet daar ergens bij zijn. De tijd loopt maar door. 7 minuten 30 seconden nog. We moeten wat bedenken. Laten we nou even gewoon ons gezond verstand gebruiken. Hij moet naar die toren. In die toren hangt een zwengel. In deze toren kan hij niet komen. Nou, ergens vindt u in de toren. Dus ergens in die toren zit die zwengel. Of bij die toren. Als die toren goed is. Niet kan komen. Misschien is die hele toren. Jan, zie je er mensen nog die wat weten? Misschien? Nou, die hebben we al gevraagd. Jan. Die heb ik al gehad. Je kunt sowieso niet in of op die toren komen. Nee, ik kan niet in of op die toren komen. Nou, dan is het fout. Kun je dat met de helikopter doen? We gaan anders kijken.
Maar dan moet je weer helemaal terug naar die helikopter. Misschien, ja, ergens moet er natuurlijk een ingang zijn. Ja, maar als die toren nou fout is, als het naar de verkeerde toren is. Nou, dit is de toren van Harry Gerard, heeft hij gezegd. Wat zei die voorbijganger? Nou, dan moet 6 minuten 43 seconden Jan? Voor de boeg. Nou. Ja. Je moet toch in die toren. Je moet dan toch iets in die toren. Je ziet geen enkele mogelijkheid om op of in die toren te komen. Snel vindt u in de toren. Jan de Vries. Ik heb hier een zwengel. Waar? Maar ik moet je eerlijk zeggen dat er hier nog 10 andere zwengels hangen. Dit is op een van de sluisdeuren bij... Jan? Bij die monument, ja. Vraag de sluiswachter daar. Er is hier geen sluiswachter in de buurt. Ben je nog bij die toren, Jan? Ik ben een paar stappen van die toren vandaan. En hoe komt het nou dat je... Is daar geen deur? Nee. Daar moet toch iets, daar moet toch een ingang zijn? Ah, er zijn sluisdeuren. De zwengel vindt u in de toren, staat hier. Er moet toch een ingang zijn? Klopt iets niet. Is er absoluut geen ingang? Moet het een andere toren zijn? Ja, Jan de Vries? Ik weet het niet. Ik zal eens vragen of er nog een andere ingang is die daar iets mee te maken heeft. Dat zijn we ook. Het is niet goed over. Is er een ingang ergens in deze toren? Nee, deze mensen zeggen dat er geen ingang is. Vindt u in de toren? Ja, dan wordt het een beetje moeilijk. Dan wordt het een beetje heel lastig. Nou, dan zitten we helemaal fout. Ik zie hier alleen nog de hoeven, de toren. Zijn er nog andere torens? In de buurt? Waar is die? Aan de andere kant. Er staat een vlag op. En daar kun je in? Ja? Oké, er staat nog een toren, zijn we aan de andere kant. Waar? Aan de andere kant van de vaart. Ja. Daar loop ik dus nu heen. Probeer eens snel te doen. En daar moet een deur in zitten. Het is de laatste kans, hè? We moeten die dat rare zwengelgeval hebben. Dus je weet zeker dat de toren waar je net geweest bent geen ingang heeft, Jan? Jan de Vries? Ja, Jan rent. Je weet zeker dat die toren dus geen ingang heeft? Maar hij is nu op weg naar die andere, heeft toch geen zin meer om... Hij moet nu naar die toren toe. En als het daar niet is, dan vinden we het niet meer. Dat is alles of niets. Dat is dan heel vervelend. 4 minuten 31 seconden nog. Kom op Jan, we hebben nog heel weinig tijd. Je zal wel moe zijn al, maar... Wat voor toren ben je nou, Jan? Jan de Vries? Ik ben op weg naar een andere toren. Laat hem even lopen, misschien is het beter. 4 minuten. Hij moet... Het kan niet. Hoeveel torens zijn daar in de buurt? 2 of 3. Goed, dus we kunnen alle torens nog af. Nou, de tijd is 4 minuten en 1 seconde. Dus dat zit een beetje tegen. Dat ja, dat is niet makkelijk. Ja. Voor de eerste keer moet je bedenken, we moeten er allemaal nog een beetje aan wennen. Ja. Nieuw spelletje. Ben je nu in de buurt van die andere toren? 3 minuten 47. Het is niet goed. Het moet als de kinderen dat voorzichtig in die toren zitten, moet het er toch in zitten. Waarom kunnen we dat niet? Misschien heeft Jan, vinden? Jan het verkeerd begrepen. Waar ben je nu, Jan? Het is niet goed. We zijn op weg naar de volgende toren die ongeveer tussen waar we net waren en de helikopter hier ligt. Langs de kant van de haven weer. Oh, dat is toch werkelijk onuitstaanbaar, zoiets. Wat jammer dat hij er niet in kon komen, zeg. Ja, maar als het erin zit, dan moet hij erin kunnen komen. Volgens mij moest hij er ook in kunnen komen, maar... Hoe ver ben je nou van die toren vandaan, Jan? Een paar honderd meter nog. Paar honderd? Paar ho- oh. 3 minuten 5 seconden, Jan. Nieuw wereldrecord. Je kunt je goede conditie gebruiken nou. Ik kan hem niet erin vinden. Het is echt... Het is onvoorstelbaar. We kunnen niet verder vandaan zijn natuurlijk. Hè? We hebben het moet er zijn. We hebben die vent gevonden. We weten wat hij gedaan heeft. En we kunnen het niet vinden. Ja, het is jammer dat hij er niet in kon. Het is toch onvoorstelbaar. Serieus, jammer. Wat daar precies gebeurd is, weet ik niet. Het is een oude ruïne, kan ik nu zien met een vlag erop. Ik kan wel janken, zeg. 2 minuten 29. Nee, er zit een fout. Ik hoop dat je daarin kunt. Het is daar niet goed. Waarom niet? Als die man dat nou zegt, dat het daar ligt. Ja, maar Jan kon er niet in. Op geen mogelijkheid. Beschrijf even wat je nu doet, Jan. Ik loop als een waanzinnige naar de toren toe, daar ben ik nu.
1 minuut 58. Het hek. De ingang. Is daar een ingang waar je in kan? Wist het beter. Ja. Er is iets losgegaan, maar wat het is, weet ik niet. Ja. Ja. Nou ja. Je kunt er in 1 minuut 30 nog. Ik ben nu aan de binnenkant. Is daar iemand, Jan? Ja. Nee, er is hier helemaal niemand. Er is een oud. Jezus, wat is er allemaal heen? Nou, dan zal die zwengel er ook wel niet zijn. Die zwengel er ook wel niet hangen. Je moet toch in die andere toren zitten. Nou, dat red je nooit meer in een halve minuut of in een minuut. Ja, maar daar kon hij niet in. Dus dat is toch... In... Ik, nou, wat 1 minuut wat moeten we nu? Nou, ja, wij zijn uitgepraat. Ja. Uitgepraat. We kunnen niks meer in het korte tijdje. Jan, waar ben je nou? Nee, we moeten iets nog doen. Zeg het maar. Zeggen. Het is nu nog 39 seconden. Ja, ik heb hem, ik zie hem. Ja? Ja? Hé, hey, opbouw op! Kom op! Klas, Jan, snel 32 seconden. Wat heb je? Kom op, Jan. Ja, ik heb hem. Ja? Heb je een zwengel? Hé, hey, opbouw op de toren. Nou, kom op met die zwengel. Ik heb hem. Het is niet waar. Heb je hem? Wel waar, wel zeker. Het is ongelooflijk. Hey, het is nog 30 seconden. Gigantisch. Kom op, Jan. Nog net binnen de tijd, de tweede schat. Dat is dus 5000 gulden voor jullie. Geweldig. Kun je erbij? Kan je hem beschrijven, Jan, die zwengel? Heb je hem? Jazeker. Jeetje. Helemaal boven op de toren. Het is een oud verroest ding waarmee ze vroeger de sluizen overdraaien, neem ik aan. Ja, maar heeft hij hem ook gebruikt? En die hebben ze op een hele rare plaats neergelegd, hier boven op de toren. Oh, wat geweldig. Oh, jeetje, Mina zeg. Het is niet te Maar we hebben hem. Gefeliciteerd. Geweldig. Jan, je bent geweldig. Fantastisch. Nou, de tijd staat stop en we kunnen nu van Jeannette nog even horen wat er nou allemaal misgegaan is en goed gegaan is. Hij heeft de zwengel van Henri Gerard, die toen de Duitsers steeds verder oprukte in België in de Eerste Wereldoorlog. Toen heeft het Belgische leger onder aanleiding van koning Albert I zich aan de westkust van de IJzer verschanst aan de zijde van de geallieerde troepen. En toen moest dus de dramatische beslissing genomen worden om de polders te laten onderlopen. En Henri Gerard heeft daar dus... voor zorg gedragen. Hij heeft dus inderdaad zijn werk andersom gedaan. En dit van oktober. En waar staat het, slaat het andersom op? September 15. Dat andersom. Dat als de vloed hoog is, de sluizen openzetten. Zodat het water binnen een beëbde sluizen weer sluiten. En dat was dus de omgekeerde beweging van de zwengel. Ja. Ik vind dat jullie echt je best hebben gedaan. Het heeft niet helemaal meegezeten. Maar je hebt 2 prijzen gewonnen. Dat is jawel, maar we hebben nog 30 seconden. En die zullen we ook nog wel gebruiken. Oh, dan krijg je onmiddellijk de opdracht. Ze krijgt nu de... laatste envelop. Jan de Vries, we hebben nog maar 30 seconden, dus dat is menselijkerwijs niet meer mogelijk. Maar misschien ligt de schat daar wel meteen naast, wie weet. We gaan de tijd nu starten. En dan zullen we hem eventjes oplezen. Dat zou dan nog 5000 gulden voor de kandidaten erbij zijn. Abdij. Ik verliet de abdij nadat deze door de watergeuzen werd verwoest. Nou, voor mijn vertrek verstopte ik mijn bord op een van de zuilen. Ondertekend een lekenbroeder. Nou, daar hebben we nog 12 seconden voor, dus dat zien we niet. Zullen we eens 1, 2, 3 zitten. Even snel zoeken wat we vinden wat we zoeken moeten. 6, 5, ik 4, denk dat ik het weet. 3, 2, 1. Niets aan te doen. Jeannette, onze kandidaten hebben maar liefst 5000 gulden gewonnen. Dat is de envelop. Hier zitten dus alle duizendjes voor jullie in. Hartelijk gefeliciteerd. Ik leg hem even tussen jullie neer. Dankjewel. Weet jij al wat je met dat geld gaat doen? Ik denk dat ik er heel erg lekkere vakantie van ga houden. In een warm land in ieder geval. Ver van Nederland vandaan. Ja. En jij, Wolter? En ik investeer hem in een hele luxe surfplank. Dat is ook alweer een hobby van je? Ook een hobby van mij, ja. Fantastisch. Goed, dames en heren. Dit is dan het eind van onze eerste uitzending van Op Jacht naar de Schat. Over 4 weken ziet u ons opnieuw met dit spannende Veronica-programma. Dank u wel.